Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémoning. Harmony, Shiny, Gateslock, met Sandring van GameSB. Is dat niet scherp? Dat was een 8. Zullen we even weer een intro momentje die weer jaren duurt? Wij toch altijd maar afvragen is het wat zo lang duurt. Oké, we can be going. Oh ja, ik doe niks. Een Azurill, die wil ik! Ik dacht dat je een shiny had. Oeh, die shiny is wel vet. Maar... Dat weet je niet. Nee, die je nu hebt. Ik zie nu ook er anders is dan anders. Yo, die van jou is ook vet, die Panzer. Ja, die is blauw. Echt vet. Ja, nu zie je wel al mijn moves. Dat is wel een nadeel. Ja, maar jij ziet ook al mijn moves. Maar ja, dat kun je ook opzoeken natuurlijk. Klopt, en ik let er ook niet echt op als ik heel eerlijk ben. Ik ook. Ik ben vooral bezig met... Leveling. En Pokémoning tegenkomen. Oh. Nee, leveling niet, want ik ben bang dat ik anders overleveld word. Ik ben al level 10. Oh, je bent al level 10, joh, gek. Mm-hmm. Crazy. Ik denk de hele tijd dat mijn laptop uitvalt, omdat jij steeds van het zwarte... Oh ja. ...beeld hebt. Dus dan raak ik bang. Dat was heel goed genederlijnd. Dat was heel goed genederlijnd. Maar ik ben ook beter in Engels zingen. Voor de mensen thuis, het begin van de serie zal dus wat langer duren. Omdat we niet elke keer een shiny tegenkomen. Maar straks als wij, trouwens na de eerste gym. Als wij combi kunnen vangen, dan is het gewoon kwestie van sweet sand, sweet sand, sweet sand spammen. Wat nou als we die combi shiny krijgen? Dat zou heel ziek zijn. Dat zou zeker ziek zijn. Ik wil wel zo'n female dan. Eigenlijk dat zou dat niet ziek zijn, dus om die reden. Als je dan een male hebt. Oh ja, dat zou zeer kut zijn. Niet ziek zijn. Yo, dit is zo'n bug. Die kan toch niks tegen mij doen. Ik heb nog geen fire moving. Critical hit. Ik zou best wel een beetje salty zijn als ik wel een Fletchling zou krijgen. Oh ja, snap ik wel. Azurill is hier 1%, heb ik het idee. Want die ben ik maar één keer tegengekomen. Ja. Azula is eigenlijk wel voor... Please have a fire type move. Oh, god. Wacht. Let's be looking. Let's be looking? Panzer zit er, hè? Ja. Ja, dat is dat aapje. Ik deed wel de A en de E omdraaien. Er is natuurlijk wel gewoon dupe class, hè. Dus op het moment dat jij een Pokémon tegen die al hebt, mag je natuurlijk voor de volgende andere Pokémon gaan. Ja. Even kijken. 10 is een fire type move. Oké. Wel Incinerate, die is wel goed volgens mij. Incinerate maar, is zeker op low level een goede aanval. Ja, maar level 10. Dat is wel weer kut. Dat wordt nog eventjes... En hij levelt ook niet zo fast. Hij is geen Sonic. He do not be leveling, gotta go fast. Oké. Ken je dat niet? Ja, ik ken hem wel. Oh ja, oké. Ah, toen kon ik het. Nee, je Parasit hier ook, what the fuck? Oh, die worden boos. Ja, die worden wel boos, ja. Scratching it up, baby, scratching it up. Dat was geen kill. Ik ben kill. Sorry. Don't be killing me. Jawel. Did you landing some boring? No, I did landing some boring, yeah. Ik kan veel beter gewoon switch trainen, ondanks dat dat ook te lang. Ja, dan krijgt mijn guy ook. Het zijn al twee guys, maar. Ik vind die Froakie ook echt vet. Ja, die Froakie is ook echt vet. Bubbling. Bubble is tenminste step.
Dat is wel chill. Ik weet niet wat ik wil. Behalve een opblaaskrokodil. Ja, wil jij zo'n opblaaskrokodil heen? Nee, valt wel mee, maar dat ruimt gewoon, dus dat is waar. Is dat hoe dat werkt? Dat hebben we vorige aflevering wel gezegd. Hé, hey, ik kan hier ook een Pikachu tegenkomen. What? Pikachu. Is Pikachu niet de eerste in deze game dat hij een gewone cry had, zeg maar, als dat hij in anime ook had? Volgens mij wel. Oh, kut, nu loop ik in die terreinen. Nou, het ziet toch uit als een... Het ziet inderdaad wel uit als een kut trainer. Pichu. Snap je hem? Want ja, ik snap hem. Oké, anders dan zou ik dat wel luttig vinden. Nee. Die is zo niet grappig. De eerste keer van deze serie, Sander, dat ik wou zeggen dat je vermoeiend was. Nee, dat vind ik eng. Bunnelby, oh, dat is super effective. Oh ja, water is super effective. Water! Ik denk steeds omdat ik blauw ben, dat ik super effective ben tegen alles wat ground is en zo. Dat is niet hoe dat werkt. Op zich is het wel grappig, want mijn fire type is rood en wordt blauw. En mijn water type is blauw en wordt rood. Wojo, magische poeder. Ja. Een swap. Swapping. Swap, swap, swap. Flap, flap, flap. Klap, klap, klap. Panam, pam. Geef me nou, als jij nu net zoveel encounters moet hebben als ik de starter heb. Mm-hmm. Dan zijn we nog wel even bezig. Dat wordt een lange aflevering. Nou ja, de afleveringen worden er niet langer op. Want jij zegt nee, gewoon, dat is stop. Waar. Dat is waar. Dan is mentaal lange aflevering. Ja, dat wel. Ik wil eigenlijk wel een electric type op zich. Dat is wel coverage. Wat zit daar nog meer? Zitten daar veel fire en of water types? Waar ik zit? Ja. Fletchling, Pikachu, Azurill. Dat zijn een beetje de types die jij net noemde. Pikachu toch niet. Jij zei ook electric type. Nee, ik zei zitten daar een beetje veel... daar zit ook electric. En toen zei ik, zitten daar eigenlijk een beetje veel fire en water types. Zo van, ik wil geen dubbele. Ah. Oh. Zo bedoel ik het eigenlijk meer, maar... Oké. Ik snap het. Daarvoor zei ik wel electric type. Dus in principe heb je wel... Je hebt wel een punt, maar... Ja. Geef mij zo'n schijnende Pokémon. Het maakt niet uit welke het is. Maakt het echt niet uit? Nee. Ook Fletchling? Ook Fletchling. Maakt me ook niet uit. Het is wel Flying ook. Dus op zich... Is dat dan nog... Ja, en weet je, ik moet er toch eentje bereid zijn om te sacrifice, als je snapt wat ik bedoel. Ja, dat vind ik ook altijd wel kut in cage matches. Want in principe wil ik ze alle twee houden. En dat gaat waarschijnlijk ook lukken als het geen cage match was, zeg maar. Kan nog, als ik de cage match win, maar... Het zou wel meteen lekker zijn voor een... voor zo'n ding. Zo'n power-up. Ja, alleen weet ik in het begin nooit zo goed wat ik wil qua power-ups. Zeg maar. Ja, dat is ook lastig. Dat is ook lastig. Later in de game, dan heb je wel wat items... Of wat DM's en dan denk je, oh ja, die is wel goed voor. Ah, dan zou ik het wel weten, denk ik, in het begin. Ja, of revive juist. Ja, dan zou ik voor een revive gaan. Ja. Zeker omdat wij zijn. Kijk, bij die professionals die dit... professionals. Degene op YouTube die dit doen, die zijn best wel goed in de game. Dus die kiezen bijna nooit voor een revive. Alleen, wij raken nog wel eens een Pokémon kwijt. Ja, dat is waar. Level 7, hij heeft Ghost. Hij heeft Lick, bedoel ik. Nou, woehoe.
Yay, wat letterlijk slechter is dan Scratch. Oké. Okay. Maar ik kan nu wel Ghost-types raken. Kom ik sowieso al met Froakie, maar goed. Pidgey. Het enige nadeel is, als ik straks daar eentje heb die hier ook zit, dan heb ik dus meer kans op Pokémon die ik niet wil, zoals Minccino en zo. Dat klopt, ja. Dan valt er sowieso al één af. En Bunnelby. Zigzagoon zou ik nog wel willen, ondanks dat het ook een compleet normal type is. Maar... die is tenminste nog zo... dat is tenminste nog zo'n leukie. Oh, hebben ze hier geen Obstagoon. Oh, wat een Dunsparce. Dat is een rare encounter. Ja. Yeah. Al yeah. Heel veel encounters gehad en opeens een Dunsparce. Ik ga met deze fles nog wel verslaan. Dat weet ik ook niet. Waarom wil je die flesje in verslaan? Weet ik niet. Ik wil het ook al niet meer. Paris, ben nou eens een andere kleur. Ja, wil je Paris graag? Maakt me echt niet uit welke ik krijg. Ja, ja, snap ik. Oh, op zich moet je blij wezen dat jij je starter zo snel hebt, want dit is minder frustrerend dan die starter. Eens. Behalve dat dit in de episode is, dat je zo zit van ja. Ja, precies, dat is wel frustrerender, ja. Dat is het enige nadeel. Scatterbugging? Oh, Azurill zou ik wel heel graag willen. Ook snap als ik, een, snap ook ik. Als een happiness evolve. Is in deze game niet zo moeilijk, toch? Nee, niet zoals vroeger, maar blijft een happiness evolve. Dat is waar. In de nieuwste games is happiness ook echt makkelijk. Vroeger had je die soefbel eigenlijk, was een soort vereiste bijna. Mm-hmm. Zo moeilijk was het. En massages geven en die onderin en zo. Ja. Azurill wordt gewoon shiny in een case. Ja, ga je hem dan een case noemen? Ja. Dan wordt het shiny. Dat zeg ik niet wel, maar dat kan heel goed niet waar zijn. Maar ik hoop dan dat het een shiny wordt, laat ik het zo zeggen. Scatterbugging. Het zou mooi zijn, hè? Kijk, als ik nu zo fire type, instant kill. Maar ja, dat heb ik niet. Pikachu! Pikachu! Wiep, wiep, wiep. Pikachu zou ook zeer nice zijn. Ja, Pikachu zou ik dus ook wel nice vinden. Ik hoop dat hij zwart is. Maar daarvoor wil ik eerst hier een, want dan heb ik meer kans... dat als ik dan hier een Pokémon die vaak voorkomt, zeg maar, en daar ook, dan heb ik meer kans op die Pikachu. Als ik hier eentje vang die niet daar zit, dan maakt het niet uit. Maar goed, is het proberen waard, ja. Dus. Paris, jongen. Ik ben gewoon zwart. Of zo, of oranje. Oh nee, hij is al oranje. Ja, ik denk niet dat het... ja, het kan wel. Maar ik denk dat ze dat niet hebben gedaan. Minccino wil ik dus echt niet. Minccino of Minccinius? Wat heb je tegen Minccino? En Bunnelby. Ik weet niet. Wat heb je tegen Minccino en Bunnelby? Geen leuke Pokémon. Dat zijn van die kutcoaters. Dat is niet heel aardig, weet je. Nee, dat klopt, sorry. Ja, maar die Diggersby of zo. Die vind ik cringe. En die Minccino, ik weet niet waar in die evolve, maar ik vind Minccino gewoon een beetje. Minccino, wat is Sincino? Ik weet niet hoe die eruit ziet.
Maar die lijkt vast haar. Op Mancini. Mancini. Die. Dat klopt, ja. Weet je ook hoe die heeft geleerd? Happiness? Nee. Nee, Dawnstone volgens mij. Of zo. Nee. Shiny Stone. Shiny Stone. Oh. So close. Ja, dus dan moet ik ook nog een Shiny Stone hebben. Dat is ook naar. Dus die Mancino wil ik helemaal niet. Die Bunnelby wil ik ook niet. Maar goed, dat accepteer ik. Ik vind het wel raar hoe mijn gezicht van mijn... hoe mijn gezicht eruit ziet. Nee, hoe de gezicht van mijn Pansy eruit ziet. Kijk. Dat zwarte, of dat donkere. Ja, maar dat, waarschijnlijk is dat gewoon... shading die in de game zit, die gewoon niet goed is. Wow, crazy. Jongen. Ik dacht even dat we bijna een pinje hadden. 5 jaar later. Ja, welkom in 2028. We zitten nu in februari ongeveer. En we zijn nog steeds bezig met het vangen van zo'n shiny in de eerste route. Ja, voor meer dan de derde route natuurlijk. Wow! Maar, wow! Die is heel ziek. Wacht, ben je even al tegengekomen? Nee, dat maakt hem zo wow. Wauw. Maar je deed geen... Zie! Nee, omdat ik echt van Scrocking. You do be Scrocking? Dat is wel heftig, King. Please, vang hem. Dat kan ook nog natuurlijk. Hoe zit dat dan? Doen we dan... Net als de original Nuzlocke rules, zeg maar. Dan is gewoon je encounter verloren. Ja, dat is wel kut. Dat is extra kut. Daar heb je de moeite voor gedaan. Mm-hmm. Ik hoop dat je hem vangt oprecht. Waarom verzwak je hem niet? Dat je bent level niet. 10. Ja. Je moet wachten tot hij jouw attack een beetje omlaag gooit. Ja, dat doet hij al, dus dat is mooi. Oké. Okay. Dat was defense. Never mind. Ah, dat is naar. Ah, zou een quick attack of tackle ook niet killen? Ook killen bedoel ik. Ja, Game Boy Luke. Oh. Zelfs mijn Game Boy Luke werkte niet. Nee. What the freak. Ik weet niet of ik het durf om te scratchen. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat hij dat overleeft. Like, zou dat niet? Oh, easy. Zij toch dat hij het overleeft, ja? Als ik nou crit, nee. Word ik echt heel boos. Nou, dat... Ja, tweede keer... Ja. Ik weet niet of ik dat zou doen, man. Maar... Inderdaad, als hij crit, dan ben je... Ik wil wel eventjes de mechanics weten van de game. Want... Hij is nu wel verzwakt, maar hij is nog steeds in het groen. Maakt het dan verschil of hij full health is of niet? Ja, als het goed is wel. Oké. Okay. Alleen, hoe meer je hem verzwakt, hoe meer meer je de kans vergroot. Zeg ik dat goed? Game Boy Luke trouwens. Ik zeg al niks meer, oké. Ja, ik denk dat beter is. Ik denk, help je handje, maar... De game wil dat niet. Kijk, normaal vind ik het niet erg als de ander, zeg maar, vooral in een cage match, hè, mm-hmm. Als de ander veel. Maar nu heb ik wel zoiets van, het is een shiny en ook nog, hij is ook al gewoon vet of zo. Was je veel health? Ja. Yeah. Dat is wel kut. Nee, ik was niet full health trouwens. Oké. Sand attacking. Ik moet Scratch nog een keer proberen. Ik moet gewoon niet critten. Ja. Oké. Okay. Hij leeft nog. Oké. Sand attack. Gelukkig werkt dat niet voor je Pokeballs. Dat is gunstig. Dat zou wel zijn. Ja. Net als in Gen 1. Je Pokeball mist, hè? Ja. Yeah. What the fuck gebeurt hier? Hij heeft er geen zin in, man. Die Apeon die denkt zo van... Fuck jou! Yeah. Apeon is zo laag catch rate, joh. Dat blijkt.
Dat gevoel wil je juist eigenlijk. Misschien wat slechtere Pokémon. Yay! Ja, gelukkig. Het is competitive, maar toch? Ja, ik leef gewoon. Ik zou het echt te kut vinden als je dan zo shiny hebt en dat het gewoon mist. Wat gaat hij doen? Wow, dat is wel ziek. Momo. Okay, de eerste shiny is binnen. Dat is in ieder geval tweede van de serie in principe. Ja, maar. De vierde van de serie in principe. Nee, met tweede onscreen. Precies. Iel, die Dickert staat er. Nou, Sander, doe het normaal. Sorry, dat is niet netjes. Oh ja, jij hebt nu een shiny, dus ik ga nu door. Zul je zien, loop ik de forest in, krijg ik daar nog een shiny. Wauw, ja, dat zou heftig zijn. Dat zou ik niet leuk in vinden. En vinding is geen Engels leenwoord, maar het zit wel in vindingrijk. Dat klopt, ja. Dus het is toch wel een beetje Engels ook. Okay. Schoolboy Brighton met een Pansage. Een Pansage, die heb ik niet. Die hebben we ook alle twee nog niet gezien vanavond. Wel. Dat weet ik niet meer, ik denk het niet inderdaad. Ik niet. Ik kan hem wel lekker verbranden met vuur, kabooming. Oh, ik niet. Ik ben zo bang omdat ik nu al zoveel niet-shinies tegengekomen ben. Ben ik zo bang om in de forest nog shiny tegen te komen. Ja, dat zou wel heel kut zijn. Kun je in de forest zoveel mogelijk gras vermijden, of? Je kan wel veel gras vermijden, ja. Dat scheelt. Dan ga ik dat eventjes proberen. Shanna, welkom. Wat? Nee, je moet iets anders zeggen tegen Shanna. Nee? Hoezo zou dat? Oh, ze gaat mij uitleggen, hoe doen we dit? Want ze gaat straks uitleggen hoe je sluipt, toch? Oh, nee. Ik dacht ze gaat je uitleggen hoe je hallo moet zeggen. Nee. Oh, ik ga deze guy verslaan. Is dit die Tyrant guy? Nee, die Tyrant guy is de eerste in de volgende route. Nou, oh, oké. Azula. Ja, dit wil ik dus niet met... Dit is dus een beetje... Misschien dat Lick paralyzed? Ik ga het gewoon proberen. Niks aan te doen. Oh ja, kut, die is ook normal. Dat vergeet ik. Oh, dat was een crit, oké. Je dacht van what the fuck. Damn. Zou die al electric types hebben? Ja, ik ga er niet van uit, maar dat durf je echt niet te beloven. Op zich zou je die dan wel... Ja, voor hem is natuurlijk Pound ook step. Bedenk net als hij normal is. Ja, maar jij bent geen water-Pokémon, hè? Nee. Oké. Okay. Nee, ik bedoel meer van... Hij zou hem al wel gebruikt hebben als in... Critical hit alweer? Gozer. Doe rustig. Rustig. Nee, maar ik neem aan... Ja, ik nam dus meer aan zo van... Hij zou dat wel gebruikt moeten hebben, want... Is step, maar voor hem is pound ook step. Dus ja, dan gaat die hele redenatie ook niet meer. Nee, precies. En hij doet misschien meer damage op een vuur Pokémon met... Nee, want het is niet persistent, ja. Of wel? Dat weet ik eigenlijk niet. Kan ik bij een... Pokécenter komen?
Nee. Redelijk snel? Nee, nee, want dan moet je die tegen die gast met die Tyrant. Oh dan... ja. Oké, dan ga ik. En dan moet je echt voor healen. Ook al heb je wel een water Pokémon, dus dat scheelt. Ja, maar ik wil toch healen. Ja, ik ga ergens elsewhere. Weedle, weedle, weedle. Weedle, weedle, weedle. Caterpie. Ja, Weedle en Caterpie. Oh, ik ben helemaal niet zo... Oh ja, omdat ik natuurlijk die potion gebruik heb. Ik wou vragen, doe jij nog zometeen die, die gast met die Tyrant? En dan doen we daarna de aflevering weinig. Ja. Oké, in één keer Black Spike. Dat is soms zo raar met Citra. Maar goed. Boeien. As long as it do be working, zegt ze dan in het Engels. Ja, jij gaat nu in de forest. Run. Snap je? Van run, forest, run. Nee. Oh, dat is van run, forest, run. Ja, maar dat is een quote. En die quote is van een ding. Ah, en dan is ding. Het grappig, omdat ik zeg dan run en jij bent in een forest en... Ha! Ik snap hem. Ha! Ik heel hard lachen. Ha! Ha! Snap je hem? Dat is het. Ja. Ik snap hem. Oh, je snapt hem. Oh, oké. Okay. Als we niet rapper gingen. Nou, dat is sowieso niet waar. Ik ging stuk. Had je dat niet door? Dat ik stuk ging? Nee. Oh, nou. Heb ik dat goed kunnen verbergen? Ja, dat is ook een beetje beschamend namelijk om een beetje te lachen om je eigen grab heen. Dus ja, dan doe ik dat liever niet. Je ziet hem voorzichtig door die bosjes heen lopen. Ik ben gewoon bang. Ik ben wappen. Breeder? Benurry? Yo, dat is wel zo'n eer, ja. Daar heb ik wel eens van gehoord. Nee. En ook wel een beetje zo'n bunny. Hoe foresight kan ik dan niet? Oh nee, dat is alleen andersom zeker. Hé, hey, Roselia. Ik denk dat ik gewoon met Rafael ga. Rafael. Ik ben wel blij voor je dat je die ape hebt. Dank je. Dan kunnen we ook weer verder namelijk straks. Ja. Seizing. Bubbling. Oh, dat doet ook niks. Ah, hij doet ook defense. Curl. Dat. Exact dat. Ja. Yo, is dat zo'n super... Ah nee, dat is gewoon een... Dat is niet eens crit. Nou, ik dacht dat hij meer deed dan eerst. Nuri is neer. Is neer. Ah, stop je? Dat voor in de toekomst overigens. Toekomst, is ja. belangrijk om te weten dat het team waar we de gym mee verslaan, dat is ook het team die we moeten gebruiken in de cage matches, zeg maar. Welke kant moet ik op? Naar links. Het is exact, dat is rechts. Dat weet ik. Dat is exact dezelfde layout als Viridian Forest. Oh. Wauw, wat lame. Had ik nou maar zo'n fire type. Je hebt een fire type. Zal ik je eens vertellen wat die kan? Ja, niks. Maar dat zei je niet. Je zei, had ik nou een fire type en die heb je. Maar ik nog weinig van. Zo zien ben ik straks ook nog poisoned. Ook dat. Nee, nog niet. Sander, positief houden. Nee, ik ga niet poisoned. Gewend. Of was je wel gepoisoned? Ja. Nou, iets minder zie.
wel de laatste trainer in de Forest. Ja, maar is dat nog kut? Dat klopt. Freak. What the freaking? Waarom zit het nou allemaal tegen? Dat klonk wel heel sneu. Pen pour. Let it pour. Ja, no. Pour. It's pouring rain. It's pan. Of is it pouring pants? Dat weet je niet. Critical hit, waarom? Ja, dit is toch niet leuk, dan moet ik weer terug. Nou, als je terug moet, dan wil ik wel graag de aflevering hier beëindigen. Ja, ik moet wel terug met Poison en Low Elf. Pak even rechts die Pokeball. Dat is een Pokeball. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag bij de volgende keer weer. Vergeet zeker niet op Sander's kanaal te abonneren. Ja, adios, amigos.